autoschade. Ja, dat wil natuurlijk niemand. Niet alleen om de schade zelf, maar ook omdat het heel veel met zich meebrengt. Nou, vandaag ben ik bij Car Repair en zij zorgen er niet alleen voor dat je auto op een professionele manier wordt hersteld, maar zij regelen ook de administratieve afhandeling. Nou, en dat is natuurlijk heel fijn, want papierwerk, daar houden wij niet van. Nee. Nou Guido, we staan hier in jullie werkplaats. Wat zijn nou eigenlijk de meest voorkomende schades die jullie krijgen? Nou, de meest voorkomende schades zijn toch wel parkeerschades die we krijgen. Denk aan kleine deukjes, kleine krasjes, maar ook brandgaatjes in een interieur. Daarbij krijgen we natuurlijk ook de grotere aanrijdingsschades waar dus echt panelen vervangen en gespoten moeten worden. Nou heb ik zelf altijd het idee dat het best wel prijzige reparaties zijn. Hoe zit dat bij jullie? In sommige gevallen is het inderdaad prijzig, maar we kunnen vaak ook een alternatief bieden. Denk aan een deel wat we dus kunnen uitdeuken zonder spuiten in plaats van te spuiten. En daar bespaar je een hoop kosten mee. En een belangrijke vraag, zijn jullie een milieuvriendelijke autogarage? Inderdaad, als we dus praten over techniek uitdeuken zonder spuiten, dat is een stuk milieuvriendelijker dan het op zich spuiten van een auto. Want daar verbruik je lak en oplosmiddelen. En bij uitdeuken zonder spuiten gebruik je die technieken niet. Denk ook aan waar wij in sommige gevallen plaatsen kunnen bijspuiten. Daar bespaar je een hoop lak mee, dus bespaar je ook het milieu. En wat onderscheidt jullie nog meer? Alternatieve reparatiemethodes, dus het uitdeuken zonder spuiten, interieurreparaties. Dat onderscheidt ons wel van de rest. Nou Guido, ik heb gelijk een vraag, want ik heb een stel behoorlijke krassen op mijn auto. En ik heb zelf geen idee hoe ik eraan kom. En daar kun jij vast wel iets mee, toch? Daar kunnen we zeker iets mee. Kijk, dit zijn ze. Ja, het zijn volgens mij niet echt diepe krassen of zo, maar ja, het zijn er wel heel veel. Ja, het is inderdaad zonde van je auto. Ja. Maar ik denk dat we ze wel kunnen polijsten, dus ik stel voor dat we hem binnenzetten en dat we meteen aan de gang gaan voor je. Nou, super. Wauw, Guido, jemig joh, dat ziet er gewoon helemaal als nieuw uit. Geweldig, hè? Wat heeft hij nou precies allemaal gedaan? Nou, we hebben ten eerste geschuurd. De blanklak hebben we heel fijn geschuurd. En daarna hebben we met een polijspasta de hoogglans weer aangebracht op de blanklak. En nou zijn ze verdwenen. Nou, Guido, ik kan maar één ding zeggen. You made my day. Fijn, hè? Ik wil hartelijk bedanken. Graag gedaan. Super.